Oefen Je Nederlands met Sophie. In de tuin. Hou jij van tuinieren? Werk je graag in de tuin? Ik geef de planten water. Ik gebruik een gieter of een tuinslang. Ik zaai bloemen ik doe de zaadjes in de grond er zijn veel bladeren van de bomen gevallen ik hark de bladeren bij elkaar de bladeren en de bladhark De moeder en de zoon verzamelen de bladeren. Ik pluk de appels. De appels. De appelboom met rijpe appels. Ik gebruik een ladder, want de appelboom is hoog. We oogsten de pompoenen. Wat gaan jullie ermee doen? De pompoen en de soep. We maken lekkere pompoensoep. Het meisje en de plas. Het meisje springt in de plas. Pas op voor je mama. Ik plant de kruiwagen, de planten, de handschoenen en het schopje. Ik snoei de planten. Hij snoeit de struik. Ik maai het gras. Ik rijd het gras af. Ik gebruik de grasmaaier of de grasmachine, want het gras is te lang. Welk materiaal heb je nodig in de tuin? Ik heb de tuinhandschoenen nodig. Ik heb ook laarzen nodig. En misschien ook. Een emmer. Ik geef de planten water met de gieter of met de tuinslang. De waterspuit kan ik ook gebruiken. Met de snoeischaar kan ik de planten snoeien. De heggeschaar. Voor struiken of hagen en de takkenschaar voor grote takken. De hark, de bladhark, de spade en de kruiwagen. Werk jij graag in de tuin? Tot de volgende keer.